Dit is de NOS op Nederland 3. Om 9:15 het Sportjournaal. Hier is Annette van Tricht. Goedenavond. In verband met de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie ziet u zometeen over 8 minuten een extra uitzending van NOS Laat, die tot ongeveer 10 uur gaat duren. Om 9:15, zoals gebruikelijk, het Sportjournaal en daarin aandacht voor de problemen bij de wielerformatie van PDM. We hebben een uitgebreid interview met Erik Breukink en daarop aansluitend een reactie van de manager van PDM, Manfred Krikke. Dan later op de avond, om 11:55, na de gebruikelijke uitzending van NOS Laat, zijn we weer terug met Studio Sport. En daarin aandacht voor het Europees kampioenschap zwemmen in Griekenland en de nationale competitie hier dus in Nederland. Graag tot straks. Verder vanavond om 11:15 de Teliac-reeks Portugees voor beginners en om 11:55 Studio Sport. Het RVU-programma Presence on the Ice komt te vervallen en de Teliac-reeks Culturele Antropologie wordt aanstaande vrijdag 23 augustus op Nederland 2 uitgezonden om 11:05. Maar nu eerst reclame en de trekking van de staatsloterij. Wat smaakt M&M's nou toch de Champion Chocolate? Is het de heerlijke melkchocolade? Zijn het de pinda's? Het krokante kleurige laagje eromheen? Of is het omdat de melkchocolade in je mond smelt en niet in je hand? M&M's, hoofdsponsor Olympische Spelen 1992. Of je nou lang uitgaat, aan een bloemetje of even aan elkaar ruikt, een sprintje trekt, of een kat in een zak zoekt, zodra je wiskas in de smiezen krijgt, dan zet je als kat alles opzij. Want in wiskas zit alles wat je nodig hebt en lekker vindt. Als kat weet je instinctief wat het beste voor je is. Als het aan de kat lag, kocht ze wiskas. Ontdek een nieuw stukje paradijs op aarde. Bounty Ice Cream Snack. Frisse kokos, luchtig gecombineerd met ijs, in overheerlijke chocolade. Verkoelend lekker. Bounty Ice Cream Snack. Proef het paradijs. Wat ik aan kunst en cultuur doe? Ja, vroeger veel naar toneel, concerten. Heel veel film natuurlijk. En nu, ja, je valt 's avonds uitgeblust op de bank en je huurt hoogstens nog een videootje. Gênant eigenlijk. Dextro Energy, directe energie voor concentratie en prestatie.